Het jaar 2017 is voor het Korps Politie Suriname een goed jaar geweest. Dat zegt plaatsvervangend korpschef Antonio Shin. Shin zegt dat in 2017 de nadruk van het korpsbeleid lag rond de thema's Human Resource Management, het verder ontwikkelen van het directoraat Beleidsvoorbereiding en Beheer, Basis Politiezorg en Verkeer en Politie en Samenleving. Wat we hebben voortdurend bezig zijn met crisismanagement is het ons in onvoldoende mate gelukt om structureel aandacht te schenken aan de gestelde doelen. Nochtans zijn mede door inspanning van ons allen diverse noemenswaardige resultaten behaald in het haast afgelopen jaar. Hierbij kunnen de volgende zaken worden benoemd. 1. Het gefaseerd rectificeren van rechtspositionele aangelegenheden van politieambtenaren, waarvan uw bevordering vandaag onder andere deel van is. Dit is nog niet helemaal rond, maar de achterstand wordt stelselmatig ingelopen en we verwachten medio 2018 dit afgewikkeld te hebben. De herallocatie van de beperkte middelen binnen het KPS, waardoor deze zo effectief en efficiënt mogelijk zijn ingezet ten bate van de dienstverlening. Shin zei verder dat de beperkte middelen zo effectief en efficiënt mogelijk zijn ingezet in het belang van de dienstverlening. De korpschef benadrukt dat er nog veel te doen is voor het KPS en geeft aan wat hoog op de agenda staat van het managementteam voor 2018. 2018 zijn prioriteitsgebieden voor wat betreft binnenlandse veiligheid. En dat zullen zijn overvallen en berovingen, verkeersdelicten, zedendelicten en inbraken. Ook zal bijzondere aandacht worden besteed aan het vraagstuk van huiselijk geweld en buurtmanagement. Ten aanzien van transnationale georganiseerde criminaliteit zijn de prioriteitsgebieden drugsdelicten, mensenhandel en mensensmokkel, witwassen en cybercrime. Dames en heren. De kranten staan dagelijks vol van verkeersongevallen. Nu al is er een hoger aantal verkeersdoden genoteerd ten opzichte van 2016. Het hoeft dus geen betoog dat verkeershandhaving extra aandacht zal genieten in 2018. Een van de preventieve maatregelen die getroffen zullen worden in het kader van de verkeersveiligheid is de implementatie van het bromfietscertificatenproject, welke in de maand januari 2018 zijn intrede zou doen. Antonio Shin, plaatsvervangend korpschef van het Korps Politie Suriname. Hij sprak gisteren tijdens de bevorderingsplechtigheid van politieagenten.